Kijk. Er staat iemand. What the fuck? Hey! Met je kuthoofd! Oh. Dagelijks HD. Yo dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag gaan wij Portal Knights proberen. Vorige keer waren wij met Phoning Home bezig. Nou, dat bleek helaas niet zoveel mensen leuk te vinden. Nou ja, proberen we het met een ander spelletje. Portal Knights. Maar mijn begeleider voor vandaag, de heer Milan Knol. Hallo, gegroet, patiënt. Patiënt? Jezus. Ja, ik ben een begeleider. Ja, begeleider. Gewoon, weet ik veel, geïnteresseerde. Het zijn zoveel andere termen dan patiënt. Nou, maar oké. Volger. Oké, volger. I'll take it. Weet ik veel. Wat wil je nou van mij dan? Ja, nee, ik wil gewoon een spelletje spelen. Oké. Ik heb play settings Squid Game voor me. Ik druk wel op play. Oh, ik kan een mannetje creëren. Precreëren? Ja, ik wil een mannetje met een piemel. En dan ga ik voor... Even kijken, wat is dit? Dit is Warrior. The Warrior wields swords and axes to defeat their enemies in melee combat. Main attributes, constitution, increase health points and increase melee damage. Oké, dan hebben we Ranger. Uses a bow met agility, his movement speed and dexterity is increase range damage. En Mage, het lijkt net een pyjama wat hij aan heeft. Wisdom, increase mana points, intelligence, increase spell damage. Ik weet niet, Ranger ziet er geinig uit. Ik denk dat ik voor de Ranger ga. Goeie keus, oké. Okay, dan druk ik op next. Dan kan ik allerlei kapseltjes kiezen. Ja, oké, en mijn karaktertje is af. Ik druk op next en character name. Dat zijn altijd de moeilijke keuzes in het leven. Ik heb wel echt er één hele goede gevonden, waarmee we het intro begonnen. Dat vond ik wel een leuke. Volger en begeleider of zo? Ik ben begeleider Knol. Dan ben ik wel volger Don. Ik ben een level 1 ranger. Moet ik op join of op play drukken? Wat zie je de bedoeling? Nou, het beste kan jij op play drukken. Oké. En dan een universum aanmaken. Oké. Oh, tekst. In the forgotten days, the world was peaceful and whole. But the fracture arrived and tore the realm apart. Of eigenlijk voor mijn stem moet ik even wat dichterbij. Now the only connection Jesus. Between this... Wat? Nee, gewoon. Ik schrok ervan. Dat je ineens zo... Dichtbij was. Ja. Dat is om wat dieper te klinken. Sorry, ga door. Disparate islands are the... Ja, nee, dan raad mijn tekst alweer. The world awaits heroes who will restore light to the portals and reunite the peaceful realm. Dus we moeten iets met portals doen. Dat klinkt best logisch aangezien het Portal Knights heet. Nou, top. Ik zit nog door portaaltjes heen te vliegen, denk ik. Ik zie het licht aan het einde van de tunnel. Squire's Knol. Er stond Squire's Knol. Ik weet het. Leuk, hè? Oh my god, begeleide Knol. Woep, 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 woep. Hey, what up? Oké, move around or VASD. Oké, daar ben ik mee bezig. F, use. Squire's Knoll, landing pad. Brave Portal Knights use portals to travel to distant locations. Fallen Portal Knights are revived at the landing pad. Oké. Top. Yes. Kijk nou eens naar mij. Ja. Zeg maar zo staan naar mij toe. En hoe is dan middelmouse knop? Oké. Oh shit, first person. Hey. Oh, top. Maar ik vind third person wel beter. Even kijken, use backpack A en minor health potion to the task bear. Ja. Yeah. Eens even kijken. Attack an enemy with linkermuisbutton. Waar de hell is een enemy? Dat zijn nu volgens mij slimes. We moeten even aan gaan zoeken. Oh, kijk, ik zie daar een vogel. Meppen voor zijn nek. Oh, daar. Jezus, hij is groen in een groene omgeving. Oh, shit. Blam. Ga neer. Got him. Achter ons. Een emerald parrot. Blim. Got him. Nice. Oké, defeat enemies 3 moeten we er in totaal killen. Oh, jij hebt echt die tutorial nog natuurlijk. Oh god. Ja, hallo. Ah, ik ben al iets meer ervaren, boys en girls. Boys en girls. Ik kom net in dit spelletje. Doe shift. Ja, ik dook al. Pak de groene vogel. Oh, deze vlinder, krijg je vet veel XP. Serieus? Hoe pak ik hem? Gewoon eens slaan.
Hij gaat niet neer! Nee, die kan je helemaal niet raken. Dat was, ja, Jezus! Ja. Kijk, als je nou even naar je tweede hotbar gaat, het is goed is dirt in je hand. Ja, oh, ja. En dan kun je die plaatsen. Ja! Got him. Schiet op die tyfusvogel! Ik moet hem neer hebben voor de quest! Got him! Oké. Okay. Nice. Yeah, spullen! Blue Portal Shard heb ik. Ja, die hebben we zometeen nodig. Want kijk, weet je, het leuke aan Portal Knight is... is dat jij zeg maar... Het zit al eigenlijk een beetje in de naam. Portal. Ja. Uh-huh. Yeah. En we moeten dus portals gaan maken. En dat doen we dus door die shards. Ja. En die shards moet je gaan craften. Dan moet je op E drukken. En dan ga je naar dat hamertje. Ja. Yeah. En dan ga je naar het derde icoontje. Ik zie een blue portal stone craft. En dan heb ik één steen gemaakt. En je hebt er uiteindelijk... 6 nodig. 6 nodig, oké. Okay. Ja, 6 per portal. En die portal heb je nodig om naar een nieuwe level te gaan. Want dan ga je naar level 2. Ah, oké. Okay. Wacht, ik zie hier wat staan. Oh, wat doe ik? Oh, we gaan... Oh, ik ging terug naar de landing pad. Ik denk al, wat doe jij? Ja, ik weet niet. Er stond echt gewoon... Echt, het gaf echt aan, click me. Oké, okay, weet je. Place 4 blue portal stones in the empty slots. Ik moet meer portal stones gaan maken. Oeh. Maar die portal stones, dat kun je alleen gebruiken dus in die portals, hè. En die portals, die moet je eerst gaan zoeken. Oh, kijk eens aan. Is dat er hier beneden? Is dat dat oranje ding? Oh nee, dit is een portal. Hier beneden is een portal. Oké. Okay. Kunnen we hier naar beneden? Tuurlijk. Oh, fuck it. Mijn HP, hey, oh. Kijk, en hier moet je ze inzetten. Ah. Oké, Donk. Donk. Oké, dus we hebben moeten er nog 2. Ja, blijkbaar. Ja, dus we moeten gewoon even een paar enemies killen voordat we die shards krijgen. Kun je daar omhoog? Ja, je kan hier gewoon omhoog. Oh ja, oké, chill. Ja, wie heeft dit spel nou vaker gespeeld? Jij of ik? Ja, ik, maar dat maakt niet uit. Kijk, dit is green slime. Die zijn ook heel eng en dan krijg je allemaal oh, echt nee. Eng, oh, man. Geef me je shards, hond. Got him. Zo. Nou heb je zo goed als meer shards erbij. Kun je al meteen 2 maken? Nee, ik heb 1 shard heb ik nu. Weet je wat trouwens wel handig is aan dit? Je hebt shared XP. Dus als ik bijvoorbeeld iets kill in de buurt van jou of andersom, dan krijgen we allebei daar XP van. Kijk, maar dat is handig. Handig, hè? Ja. Nou, mijn knop doet het niet. Ik kan niet meer springen. Jawel. Godgloeiende. Ja, ik doe het zelf wel weer, hè. Shared XP. Je doet gelijk niks meer. Mijn muis gaat eten uit beeld. Dat is het. Oh, what the fuck? Er is een huis hier. What the fuck zit er in dit huisje? Zijn dit spullen die ik kan gebruiken of wat? Oh, F use. Oh, het is een broken workbench. Dus als je hout hebt, dan kan je die workbench maken. Holy shit, dit werkt op deze manier? Door gewoon je fucking wapen te gebruiken op stenen en dan krijg je een stone blok? Ja. Ja, je kan met alles kan je het kapot maken en dan krijg je bloks. Of dan gaat iets kapot. Maar als je natuurlijk een pickaxe hebt, dan gaat het sneller. Of een axe, of een... Ja, maar dan ga ik dat nu even maken. Moet ja, hier dit huisje. Hier moet je in overleven. Oh, dit is ons huisje. Ja, en hier moeten wij dus overleven. En als je die pot kapot aan maakt, links... Ja joh, ga lekker meteen doen wat je moet doen, man. Jezus. Ja, laat nee, me gewoon even een keer uitleggen dan. Ja. Wat schiet nou eens op dan? En heb ik het al gedaan zonder dat ik het kan uitleggen. Begeleide knol, een beetje traag. Ja, inderdaad. Of je bent gewoon een snelle leerling. Zo had je moeten heten. Snelle leerling. Ja, sorry. Cotton cloth. Oké, ja. Die dingen kunnen dus kapot en dan krijg je shit ervoor terug. Zelfs deze? Oh ja, refined wooden block. Oh ja. Alles kan kapot, zeg maar, in de wereld. Alles kan kapot. Nee. Zometeen, als het goed is jouw wapentje kapot. Ja. Dat klopt. Hij is nu halverwege zijn HP. Ja, dus wat moet je dan doen? Dan is het handig om stone te pakken, stone blocks. Ja. En die stone blocks die kun je dan ommaken, craften in sharpening tool. Oh, oké. Okay. Met die sharpening tools kan je dus iets weer repareren. Correct. Aha. En als je HP kwijt bent, kun je dat ei opeten, want dat ei is een consumable. Oké, okay, dus ik heb nu 1 sharpening tool. Geen idee waar ik hem heb. En met B open je je backpack? Oh, backpack. Ja, je kan ook E doen en dan zelf klikken. Dat ken ik ook. Oh, ik heb een Pioneer Escape. Ik heb hem geëquipped.
Ja, die kun je ook omdoen inderdaad, ja. Moet je die niet? Oh ja, die kun je wel ik maken. Ik moest hem nog pick me up, dat was het. Ja, daar moet ik aan wennen. Oké, okay, sharpening stone daaroverheen. Je zet hem in de hotbar. Je sharpening tool zet je in je hotbar. Oké. Okay. En dan equip je je wapen. En dan druk je op het nummer van waar die zit in je hotbar. Ik had het gedaan. Het werkte. Ah, en dan repareer je hem. Oké, okay, en dan een stone pickaxe. Ah ja, oké. Okay, dus water ingredient en een dirt block. Oké, okay, dus ik heb een pickaxe. Dus ik ga hem testen. Oh shit! En dan gaat het ineens veel sneller. Maar dit is lachen. Ja, nee, ik vind het echt oprecht lachen. Ik kan hier echt... Hier kan ik me echt wel flink in gaan verdiepen. Ja, het lijkt een beetje op, zeg maar, de... Zo'n ander populair spel met... via. eens even kijken. Dus ik moet place 5 refined wood blocks to start rebuilding the old farm. Dus ik moet de blokjes die ik heb... die moet ik gewoon eigenlijk gaan plaatsen, zodat... Het huisje een beetje af lijkt. Daar. Zo, task complete. Oké, okay, wat is de volgende task? Craft a scout tunic at the workbench. Equip your new scout tunic. Alleen voor een scout tunic heb je een... Of heb je cotton cloth nodig. Oh. Oké, okay, dat hebben we hier zo. Want we hebben hier een farm. Oh, serieus? Jazeker. Dat is een cotton farm. Niet alleen cotton, ook wheat. Oké, okay, dus als ik erop hak, dan... Oh ja. Dan komt er cotton seeds en cotton uit. Oh ja. Oh, dat is handig. Oké, okay, dus die seeds, die kan ik dan gewoon weer plaatsen. En dan komt er uiteindelijk gewoon weer wat uit. Uiteindelijk. Ja, die kun je op de grond plaatsen en dan groeit het ook. Maar als je het op dat fertilized grond doet, dan groeit het sneller. Duidelijk. Oké, okay, dus ik kan nu... Oh, nee, wacht. Ik heb cotton, maar ik heb geen cotton cloth. Ja, ik zie hem. Oké, okay, dus ik heb 1 cotton cloth. Ik heb nog iets meer katoen nodig. Oké, okay, pick me up. Dan kan ik nu de scout tunic maken. En got hem. En dan zit die in mijn inventaris. En dan moet ik die equippen. En dan ben ik fucking badass. Oké, okay, wat is de volgende objective? Smash the chest to collect your reward. Bij de dungeon tower. Oh, oh dat is daar. Nou, dat zit relatief dichtbij, dus ik kom eraan. Hallo. Kunnen we hier gewoon even kijken, de muur doorbreken? Wat jij wil. Fuck it. Ik bedoel, oh my god, ik viel bijna naar beneden. Ik ga wel omhoog. Je... Nee, daar moet je vandaan. Dat is de ingang, denk ik. Omhoog. Oh, oké. Okay. Beneden dus is de dungeon. Ja, oké. Okay. Met monsterino's. Monsters? Perfect. Waar zijn ze? Deur open. Oeh. Oh my god, dat is een skeleton! Help me! Help me! Ja, ik heb al. Oh my nice. God. Oké, okay, en alles wat je dus ziet qua fase, die kunnen allemaal... Kapot. Ja. Ik heb Zelda gespeeld. Oké, okay, nice. Ja, ik denk, leg het je een beetje gewoon rustig uit op een gemakkie, maar je bent ja, een nee. snelle leerling, Don. Ja, snelle leerling, ik zit erbij. Ik heb nog wat voor je trouwens. Oeh, wat heb je? Want ik killde net iemand en toen kreeg ik dit en ik hoef hem zelf niet. Ik denk, misschien is het leuk voor jou. Ik heb het gedropt op de grond. Oh, het is een scroll van Bumblebee Pants. En het is een recipe en als je die dan in je hotbar zet en je klikt erop, dus je activeert hem als het ware, dan heb je dat recipe geleerd. Oké, okay, want ik heb ook al Bumblebee Gloves. Dus dat komt goed uit. Okay. Hey, dan kun je een Bumblebee Punky maken. En 7. Nieuw recipe. Mooi. En dan kun je dus in die workbench kun je straks die recipe maken. Ja. Oeh, of sorry, recipe. Dan kun je zo meteen maken en dan heb je mooie kleren. Ik heb fucking veel Blue Portal Stone Shards gekregen. Oh, dat is relaxed, want die portal moeten we natuurlijk nog openen voor het nieuwe level. Precies. Even kijken, wat staat hier? Old treasure room. The brave adventurers who made it this far shall take the treasure they deserve. Nou, meid! Wat enig. Oké, dus moet ik even van die shards, moet ik nieuwe blonkies maken. Craft, pick me up, craft, pick me up. That's it. Dus ik heb nu al 3 stone shards. Terwijl ik er eigenlijk maar eentje nodig had. Nog. Nee hoor, want volgende level heb je ook weer gewoon portals. Oh, en dan heb je ook weer blauw nodig. Oh, oké. Okay. Ja, dan heb je nog steeds dezelfde equipment. Ja, nee, oké. Okay. Of dezelfde spullen van het vorige level. Ja, je houdt alle spullen hou je gewoon op zak.
En je hebt zeg maar één soort home island die je gaat doen. Dus dit is zeg maar nu onze thuisbasis, omdat wij hier natuurlijk ons huis hebben. Okay. En die workbench. Maar dan kun je natuurlijk, hoe meer werelden je bezoekt. Elke wereld is ook weer heel erg anders. Random gegenereerd met blokken. Mm-hmm. Dus als we op een gegeven moment een mooie wereld tegenkomen en jij denkt van, hé, hier wil ik wel wonen. Dan kun je gewoon een huisje bouwen en alles neerzetten. Okay. En dan maak je daarvan je thuisbasis. Ja, precies. En dan kan je er altijd weer naar terugkeren. Ja. Okay, dope. Je kan altijd weer terug naar een andere wereld. Nou, ik ben op het moment aan het lopen richting de portal, dus ik hoop dat je me volgt. Nee, dat hoeft niet, want jij kan gewoon daar activeren en dan ga ik mee. Oh, okay, jij gaat automatisch mee. Okay, nou, dan plaats ik de laatste 2. En dan wordt de portal geopend. En ik ga er doorheen. Warping to Dusty Junction. Dat klinkt een beetje als een woestijn. We will see, man. Wow. Dit is het meest space ever. Ja, het meest. Dat is wel een claim gelijk, hè? Nee, je moet gewoon naar het midden blijven kijken. Dan word je helemaal gehypnotiseerd. Naar het midden. Het is echt zo'n moment om in een Neil deGrasse Tyson gif erin te plaatsen. Van, wow, wat gebeurt er? Ja, die dan zo draait. Die dan mee draait. Ja, precies, ja. Dusty Junction level 2. Nou, en het is de woestijn, hoor. Wat zei ik je? Geef me deze robijntjes. Dat zijn Verdant Emeralds en die heeft een mage heel erg nodig. Nee, dus die kan je... Flame Rubies zijn het. Flame Rubies? Ja. Yeah. Oh shit, ik dacht Verdant Emeralds. Die lijken erop. Ze zijn ook rood. Maar die heb ik dus nodig. En jij hebt Copper Ore nodig en die heb ik net gehangt. Okay, nou dat komt goed uit. Dan helpen we elkaar. Oh, ik heb ook gelijk een Blue Stone Portal Shard. Ik hoorde iets lopen. Never mind. Dat ben ik. Maar het is wel geinig, want het eerste wat je doet is gewoon meteen gaan hakken als een gek, als je iets ziet. Ja. Maar je weet eigenlijk niet waar het goed voor is, maar je denkt, ik kan dit vast wel gebruiken! Ja, klopt. Terwijl er allemaal vijanden hier lopen en geef geen fuck. Nee. Oeh, jezus. Het zijn vlammenmannen. Pas op, die zijn sterk, pas op. Ontwijk. Het zijn Hollow Knights en die komen alleen 's nachts. Okay. Ja, ik doe mijn best. Ik ben dood. Oh nee. Kan ik jou in leven brengen of? Ik ben er weer. Oh, dus als ik uit combat ga, dan kom jij weer terug. Nee, je respawnt altijd gewoon weer. Ah, okay. Behoud je dan je spullen nog of dat niet? Ja, je verliest alleen coins. En die coins, die fuck hem, hij rent weg, hij is een watje. Nee, kom terug! Hoezo? Ja, ik wil de XP. Hij zit achter een fucking boom. Ja, maar dan moet de XP wel kunnen oppakken en kijk, de XP valt van de wereld. Ik had een beetje XP, geloof ik. Of ik heb in ieder geval kopperoor, dus dat telt. Oké. Okay. Ja, dat was vet kut als ze naar een rand toe gaan en dan vallen alle items naar beneden. En dan ben je fucked. Ja, dat is een day no. Oké, ik heb in ieder geval weer 4 blue portal stones. Ik weet geen eens waar de fucking portal is. Nee, die moeten we inderdaad nog even gaan zoeken. Oh god, een sandshell. Auw! Oh shit, ik kom eraan. What the fuck? Ik boek hem. Ik help je. Ik weet niet waar je bent. Oh, daar. Nee. Oh, jawel. Oh mijn god. Kom op, pak hem aan. Ik ben ermee bezig, maar ik heb een half hartje, dus ik mag niet nog een keer gehit worden. Ik heb zijn HP nodig. Als je stil blijft staan, dan ga je volgens mij weer HP krijgen. Oh ja, ik zie het, ja. Het is een heel klein beetje. Ja, en dan kun je later... Ik had ook gewoon nog potion. Oh, nice. Ja, nou, later kun je dan met je... talents die je krijgt als je level upt, kun je dan ook je health regeneration op die manier stimuleren. Okay, die coins die je oppakt trouwens, die verlies je als je doodgaat. Dus nu verloor ik coins. Duidelijk. En die coins, daar kun je dus bij traders, want er zijn ook NPC's in deze wereld. Dus je kan zomaar ineens random iemand tegenkomen waar je tegen moet praten. Okay. En die geven jou dan quests. Ah. Dus die zeggen dan van, ah ja, kill dit of... Hey, level up! Ik ben level up! Got him! Dit, man! Thank you. Dan kun je op C drukken. En dan kun je gewoon je punties even krijgen. En even je talents. Punties. Ik ga denk even voor dexterity. Ik heb het gevoel dat ik... Tenminste, eentje in agility en 2 in dexterity. En talents. Ik adviseer je om agility eigenlijk niet te upgraden. Want daar merk je niet zo heel veel van. Oké.
Nou, ik heb er zojuist een punt in verspeeld. Oké, ja, dat spreekt een beetje uit ervaring. Ik heb het geprobeerd en nee. Nee, oké. En blijkbaar zijn er slingshots, crossbows en gewone bows. Maar ja, op het moment heb ik een gewone bow. Nou, fuck it. Ik doe nu anders wel gewoon bow specialization. Got him. Staat hij nu al ingesteld? Oh nee, dat kan ik nog altijd aanpassen, lijkt wel. Ja, je kan altijd je talents nog aanpassen, alleen je punten niet. Oh nee, oké. Ja, nee, duidelijk. Dus dan kan je altijd voor de nieuwe talent beeld gaan. Ja, nee, oké, ja. Ik snap hem. Ja. Kijk, er staat iemand. What the fuck? Hey, met je kuthoofd. Oh, Morten the Miner. Hello, brave knight. Hallo. What do you want? Talk. Oké. Always check the deep grounds for more ores. Is dat alles? Ja, that's it. Ja. Hij geeft gewoon een tip. Oké, nou, thanks. Ja, top. Dungeons doe ik meestal first person als ik zoek voor dingen, want dat is wat makkelijker. Vind ik persoonlijk. Ja, ik zie er verderop ook al een skeleton. And he's dead. Oké, maar zochten we ook speciaal iets? Of is het whatever? Ik denk dat het nu handig is om de poort te zoeken. En die kan in een dungeon of in een mine zijn. En als we de portal hebben gevonden, ja, dan kunnen we weer verder gaan levelen. En dan moeten we... Het is eigenlijk een beetje grinden, zeg maar, voor levels en quests en werelden ontdekken en monsters ontdekken en samen eindbazen verslaan. Want bij zoveel aantal levels heb je ook eindbazen in een wereld. Ik kan zelfs zeggen van, deze lantaarn vind ik mooi voor in huis. Nou, dan neem je die mee. Ik heb hem! Wacht, kan ik die dan niet gewoon gebruiken als lamp? Nee. Ah, oh, wat een bullshit. Dat is furniture. Ik zie een portal. Huh? Ik kom al. Portal. Daar zo. Oh shit. Pas op. Magma maggots. Oh shit. Magma faggots. Haha. Nice. Got him. Zie je de portal ook? Oh ja. En je hebt de recipe opgepakt. Oh ja. Wat voor recipe was het? Miner. Boot. Ik ga eerst voor die shell. Oh ja. Switch target. Oh. Die andere knakker staat in de weg, hij is boos. Oh shit. Anderhalf hartje. Dit kan je. Oh shit. Oké, mooi zo. De hartjes liggen er gewoon nog, dus je kan HP oppakken. Ja. Oké, als het goed is heb ik wel al genoeg blokken voor deze. Ik heb 9 blokken, dus we kunnen al gelijk door als we willen. Wacht, ik heb een hint. Kijk, hierin zit altijd een schat. Naar beneden. Ga hier maar staan gewoon. En dan naar beneden graven. Dit is geen grap. Erop staan en graven. En graven naar beneden. Oké. Okay. Hey! I'll be dead! Ja, schatkamer. Oh, er zit ook nog koper in de muur. Ja, I don't mind if I do. Hoppa. Dat bedoel ik. Ja, ik kan wel begrijpen dat je dit in je vrije tijd deed. Ik weet niet, ik vind het heel... Hier kan heel veel tijd in gaan zitten. Kan ik ook begrijpen. Het is best leuk. En ook omdat elke wereld anders is. En het al vliegt allemaal. En er zijn heel veel geheimen. Heel veel easter eggs. En ja, ik weet niet. Ik vind het heel leuk. Er is heel veel om te doen ook. Als je op M drukt van Milan. Ja. Dan open je de map. En dan kun je uitzoomen en inzoomen. En dan zie je hoe groot je wereld is, zeg maar. En elk vraagtekentje is sowieso een wereld. Oh ja. En naast de vraagtekentjes dan... Daar heb je bijvoorbeeld niks, maar daar kan ook een wereld zijn. Je hebt allemaal geheime werelden namelijk. Ja, ik zie ook een heel groot doodshoofd. Ja, dat is de eindbaas dus. Dat is een eindbaas. Ah, oké. En als je op de wereld, of als je op de map zelf klikt, dus op die cactussen van 102. Ja. Dan zie je hoeveel portals er zijn in dat level. Welke monsters er zijn. Welke resources. En wat voor planten. Oh ja. En dat kunnen we gebruiken later, want als je op een gegeven moment zit van... Ja, maar ik heb plip nodig. Dan ga je weer teruggaan. Ja. Ah ja. Ah, dat is wel dope. Blok. En de portal is geopend. Zo. En dan gaan we nu naar Fort Finch. En ik stel voor dat we Fort Finch gaan begluren in de volgende aflevering. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Mijn gezicht is volledig paars, maar dat komt omdat we aan het warpen zijn. Milan, bedankt voor de begeleiding hierbij. Begeleiden knot tot uw service. Hey, dat is mooi. Ik zou zeggen, wil jij toevallig meer hiervan zien? Doe dan even een blauw duimpje omhoog, net zo blauw als mijn gezicht. En dan zie ik je graag terug bij de volgende aflevering. Doei! Dagelijks HD.
HD.